opschrijven. Dat is niet echt een probleem. Maar je moet dan je moet erin zitten. Je moet erin komen om te schrijven. En soms zit ik een hele dag. En dan schrijf ik misschien 4, 5, soms 6 pagina's. Soms zit ik en dan schrijf ik in een dag 12 pagina's. Dus wat de format betreft, is het niet zo moeilijk. Maar alleen de tijd. Je hebt de tijd nodig om te kunnen schrijven. Loe Chique van Santosh. Loe Chique is het verhaal van een jongen die als tot slaafgemaakte geboren is en werkt met zijn ouders op een plantage. En hij besluit die plantage te ontvluchten op het moment dat zijn ouders worden vermoord door een wrede slavenmeester, zijn basje. En hij heeft het geluk dat hij wordt opgevangen door een Arawakstam. En heeft het geluk of de pech dat hij verliefd wordt op het meisje van het dorpshoofd, wat absoluut niet mag. Dat is het avontuur van Loe Chique. Nou, hoe vond ik de synopsis? Ik vond die synopsis goed. Hij stond in mijn top 3. Ik had hem 8,5 gegeven. De manier waarop het was geschreven was voor mij helder. De balans van de karakters was mooi. Het einde vond ik moeilijk. Ja, ik vind het een grote keuze als een scenario schrijver besluit zijn held dood te laten gaan. Voor mij als kijker is dat riskant. Maar ik vind het wel bijzonder in deze. Dus wat dat betreft, Santosh, heb je me echt uitgedaagd als kijker. Hoe vind ik het nu? Nou, de kwaliteit die je synopsis beloofde, die heb je ook in mijn ogen echt goed waargemaakt in je script. Je maakt mooie beelden, mooie scènes. Je scènes zijn lekker lang en rustig, dus je hebt binnen je script een hele goede cadans. Je slavenmeester is keihard, dus dat maakt de motivatie voor Chique om het bos in te gaan ook heel duidelijk en overtuigend. Het is heftig, maar goed dat de moeder doodgaat, want dat geeft Chique een bepaalde verantwoordelijkheid richting zijn dochter. En de keuze die hij op het einde heeft, en ik ga niet verklappen wat het is, vind ik echt briljant. Ook al heb ik eerder gezegd van ik hou er niet van als de held doodgaat, maar omdat je hem zoiets laat kiezen, vind ik hem een nog grotere held. Dus ik vind dat je een heel goed verhaal hebt neergezet. Het beste verhaal vind ik van allen. Wat er nog moet gebeuren, je hebt een 9, is dat je script wel gaat moeten zetten in het Serenang van 1 of 2 eeuwen terug. En je gaat ook je Arawaks in de tekst moeten schrijven. Dan ga je geweldige acteurs moeten vinden en dan kan je wat mij betreft gaan filmen. Want ik vind het echt het beste script. En je kan nog kiezen om te kijken. Ik denk dat ik dat bij de synopsis ook gezegd heb. Als je het kind nog een extra historische waarde geeft. Bijvoorbeeld dat het de moeder is van iemand of dat het zelf een held is uit de geschiedenis. Dan maak je die film nog rijker, zeg maar. Want dan zien we dus eigenlijk de totstandkoming van een held. Hoe die geboren is en welke offers er zijn geweest voordat hij geboren is. Doe je dat niet? Ook goed. Het is een prachtig dramatisch verhaal. Waarom ben je zo geïnteresseerd in historische collectie? Omdat ik zelf geschiedenisstudent ben. Ik doe ook archeologie. Yeah. En ik wil daarover schrijven. Oké, dat is mooi. Je realiseert je wel dat een historische film maken moeilijke zaak is, hè? Maar niet onmogelijk. Je hoeft maar 1 telefoonpaal in beeld te hebben, je hebt al een probleem. Als je praat over de tijd van de slavernij. Ja. Of een auto. Of een vliegtuig dat overvliegt in het geluid. Ja. Dan ben je niet meer in die tijd. Is waar. Ja. En maar je kan het eruit korten, toch? Ja. Nou, soms een dialoog niet. Weet je, dus je moet het proberen te vermijden. Maar goed, hoe kom jij nu naar Chique? Chique, ik ben een beetje gaan onderzoeken. En ik heb Chique gevonden, ik heb het online gevonden. Is een van de meest gebruikte namen in Afrika. Mm-hmm. En hoe ik aan Loe Chique kom, wil je dat ook weten? Ja. Ik zat met titelnamen en er was iemand in mijn klas die me deze idee gaf.
Ja. Louis Chique, waarom Louis Chique? Omdat hij constant weg moet rennen. Hij rent eerst weg van de plantage. Daarna moet hij wegrennen van, voor die inheemse krijgers. En daarna moet hij weer wegrennen als hij... Hij gaat niet weggeven, zal ik nu weggeven. Ja, ik weet het. Jawel. Want ik heb het geleerd. Jawel. Daarom Louis Chique. Ja, ja. Oké. Okay. Dan is het nu tijd voor het eindoordeel. Welke twee screenplays zullen er worden aangepast en verfilmd? Ook jij hebt jouw waardering kunnen geven aan de vier screenplays op basis van de first 10 to 20 pages. Heb je deze pages nog niet gelezen? Dan kan het alsnog op bijlhoudmedia.sr. Je kunt alleen niet meer stemmen. Dit zijn de cijfers die voor een kwart zullen meetellen in de einduitslag. Fabian heeft een gemiddelde online score weten te behalen van 4.08. Wat goed is voor 1.02 extra na de jurybeoordeling. Amina heeft een gemiddelde online score van 4.5 weten te behalen. Wat goed is voor 1.13 extra na de jurybeoordeling. Santosh heeft een gemiddelde online score van 4.81 weten te behalen. Wat goed is voor 1.20 extra na de jurybeoordeling. En Nathaniel heeft een gemiddelde online score van 4.85 weten te behalen. Wat goed is voor 1.21 extra na de jurybeoordeling. Kijk mee. Oké, Fabian en Amina. This is gonna be the final decision. Nou, jullie hebben allebei... Jullie ontlopen elkaar nauwelijks hoor. De Survivors en Sarah Jackson. Right. Oké, okay, we zijn tot de conclusie gekomen, althans mijn beoordeling nu op basis van wat ik heb gelezen, is dat Fabian is geëindigd op 7 punten en Amina op 8. Nathaniel Sporksleden, toch? Blind Disappearance. Check het even voor de zekerheid. En Santosh Singh, Loetieke. Nou, ik heb jullie beoordeeld op basis van het script, op basis van wat ik jullie al verteld heb allemaal. En je krijgt nu de einduitslag. Nathaniel Sporksleden, je eindigde bij mij. Voor mij eindigde jij met een 5. Het script. En Santosh Singh, Loetieke, jij eindigde met een 8. Santosh Singh, jij gaat door. Maar dat wil niet zeggen dat je op moet geven. We gaan doorschrijven, schrijven, schrijven tot het daar is waar we willen zijn. Gefeliciteerd. Dankjewel, meneer. Hi, power. Dat wil zeggen dat Amina doorgaat. Niet opgeven, Fabian. Gefeliciteerd. Nee. Dankjewel. Oké. Okay. Dankjewel. Wow. Ook gefeliciteerd. Dank je. Heel veel succes. Ja, schrijf de intro nog met me. Super. Murtasia Oostburg, hoe gaat het met je? Gaat uitstekend, Gerald, en met jou? Met mij gaat het prima. Murtasia, jij bent een van de contestants. Je was in de top 8, hè? Ja, klopt. Waar is het bij jou misgegaan? Misgegaan zou ik niet zeggen. Waar is het afgelopen? laatste juryronde was het de derde juryronde, als ik het goed heb. En ik van een 9 naar een 7. Hey, daar wil ik even naartoe. Je begon fantastisch. Je was eigenlijk de koploper in jouw pool. Je kreeg een 9 naar een 7 naar uitschakeling. Laat me eerst vragen, hoe heb je dat ervaren, dat deel? Van een 9 naar een 7, ik was in shock. Ik moest er even een paar seconden van nadenken, waarom eigenlijk? Ik stond altijd aan top in mijn categorie en plotseling, pjoep. Maar iedereen heeft een andere mening. Iedereen heeft een andere zienswijze. Dus misschien heeft de andere jurylid iets anders gezien dat... ja, klopt, die eerste niet gezien heeft en het anders kon. Dus vandaar de beoordeling. En ik heb respect daarvoor. Het leert me alleen om beter te gaan worden in het schrijven. En om iets neemt een stukje ervaring mee. Begrijp ik? Om het in de vervolg beter te doen. Hoeveel tijd denk je dat je nodig hebt om het scenario helemaal te schrijven? Eerlijk gezegd een dag. Een dag? Een dag. Denk ik dat ik nodig heb. Maar sowieso weet ik dat niet mogelijk is. Want sowieso zijn er fouten die je gaat moeten bewerken. Of dingen die niet goed zijn dat je weer gaat moeten corrigeren. Maar ik denk wel dat ik die 90 tot 120 pagina's binnen één dag kan schrijven. Wat denk je dat die jury daar gedacht moet hebben? Als je nu kijkt naar hoe lang die anderen hebben geschreven.
Hij had waarschijnlijk gedacht, dit kind is niet serieus. Of ze weet niet waarmee ze bezig is. En inderdaad, het begintraject had ik wel helemaal begrepen. En als het erop neerkwam het schrijven van een screenplay, dan dacht ik, nou, het is gewoon een verhaal dat je moet neerpennen. Maar als ik moet kijken naar het werk wat mijn collega's hebben neergepen, als ik ze nog tegenkwam en ze vroeg hoe gaat het, was hun reactie altijd, boy, ik probeer hoor, echt. Chanel Pines, hoe gaat het met je? Gaat goed, en met u? Met mij gaat het hoor, Pineline. Oké. Chanel, jij was een van de laatste 8 schrijvers. Je hebt voor de jury gestaan, je hebt je daar staan verdedigen. En wat me op is gevallen is dat je best wel zenuwachtig was. Hoe kwam dat? Ik was zenuwachtig. Heb je enig idee hoe lang je nodig gaat hebben om dit hele script te schrijven? Hoe moet ik het zeggen? I have what it takes. Want ik was ook de laatste inzender van mijn synopsis en ik moest het eigenlijk binnen 24 uur afmaken. En ik weet dat en ik heb het gehaald, dus I have what it takes. Nou, als mensen hun neusvleugels trillen en zo, dan duidt meestal op wat zenuwen, of niet? Oh ja, het kan, maar ik was gewoon ready voor dat moment. Ja. Want je had een beetje een grote mond gehad over Borgen, Breeveld. Als je daaraan denkt, wat gaat er door je heen? Nou, hij is Borgen Breeveld. Ik ben Chanel Pinas, dus we gaan de uitdaging aan. Hoe was het nou om voor Borgen Breeveld jezelf te verdedigen? Nou, ik ben nog steeds met die mindset gegaan van hij is Borgen Breeveld. Ik ben Chanel Pinas. Het is een eer voor ons beiden om elkaar te ontmoeten. Because there's only one of us. Zo, het was gewoon awesome. Ik had wel nooit eerder gedacht dat ik Borger zou ontmoeten. Live, dat ik gewoon alle aandacht voor jou heeft op dat moment. Dus dat was awesome. En het was een heel goed moment. Murtazia, nu weet je ook welke screenplays er zijn gekozen die verfilmd gaan worden. Dat wilde jij natuurlijk zijn, maar dat zijn 2 andere geworden. Wat vind je van die keuze? En waarom die keuze? Ik heb live via de televisie bekeken met de uitslag. Ik was een beetje verrast. Ja. Waarom? Als ik moet kijken naar de votes, online votes, was A Blind Disappearance aan kop en Loe Chike. Ik vind Loe Chike een pracht van een verhaal. Echt een pracht van een verhaal. Dus ik dacht, die 2 gaan door naar de final. Dus daar was ik een beetje geschokt. Maar toen ik zag hoe de uitslag tot stand is gekomen, heb ik wel begrepen waarom A Blind Disappearance niet doorgegaan is. Maar het verhaal van Amina vind ik ook een tof verhaal. Ik heb hem meteen gefeliciteerd. Dus ik ben blij voor beide. En wie weet krijg ik de hoofdrol. Hey, Amina. Dat was de volgende vraag. Wat gaat je aandeel zijn in het maken van de films? Ik ga sowieso, wanneer het van start gaat, dat mensen mogen komen om voor auditie, ga ik me sowieso opgeven. Dus wacht even terug. Jij gaat straks op de stip staan als actrice om een rol proberen te bemachtigen. Nee, ik ga niet op de stip staan. VIP, want ik was al een eye-writer, dus ik kom VIP naar binnen. Nou, laat me die droom. Laat me die droom direct even aan Diggel helpen. Iedereen die een hoofdrol wilt hebben, zal auditie moeten doen. Als je daaraan denkt. En dan sta je niet voor Borger. En dan sta je voor de schrijver, de regisseur en een leuk Surinaams gezicht. Een of andere bekende. Hoe ga je je daar voelen? Nee, ik kom voorbereid. Ik kom voorbereid. Die heb ik eerder gehoord, hè? En hoe gaat het met je technische voorbereiding? Ook, prima. Die ook was een beetje, volgens mij was het niet helemaal waar. Ik heb het een beetje druk gehad de laatste dagen. Ja, maar ervaring. Ervaring blijf je opdoen. Dus ik kom voorbereid sowieso met veel enthousiasme. En als ik het script voor me zie en welke rol ik zou moeten vertonen. Baby, I let those tears roll. Everything, wat ik moet doen, ik doe. Ja, nu je zegt, je bent best wel een geschikte Sarah volgens mij. Klopt. Dus ik dacht, oké, ik ga direct proberen. In Lobby Chique is er natuurlijk die dochter van het stamhoofd. Dat zou je ook kunnen spelen. Ook kunnen spelen. I'm good at everything. Alleen lijkt je helemaal niet op een Indiaan. Ik heb wel een beetje Indiaans bloed hoor. Ja, nu je zegt. Die lichte ogen, zijn ze van jou? Ja, natuurlijk. Je hebt ze zelf gekocht. Kost. Heb je gezien wie de laatste 2 schrijvers zijn geworden? Ja, ik ben zo trots op ze. Ja, ik heb gezien. En voor wie kraak je het meeste? Nee, ik wil dat zo weer. Nee, ze gaan het beter goed doen. Ja, ze gaan het Of ben je gewoon bang om te zeggen?
Nee, ik hou echt van hun beide. Het is gewoon uniek hoe ze het naar voren brengen. Beide zijn echt confident. Yeah. Like, ze gaan ervoor. En dat is echt moeilijk. Het is jammer. Maar qua verhaal. Welk verhaal spreek je het meest aan? Of ken je het verhaal helemaal niet? Nee, ik ken die verhalen. Loewe Chike en Sarah. Moet ik het echt zeggen? Ja. Doet ze geen pijn hoor. Ze zitten nu te kijken en dan zitten ze zo smilend. Dan lachen ze. Wat gaat ze zeggen? Wat gaat ze zeggen? Ik vind beide verhalen mooi. Loewe Chike van Santos is meer geschiedenis. En van Sarah is toch wel... Van Amina is toch wel Sarah. Dat is actueel. Dus ik zou voor Sarah kiezen. Ik zei nog zo net... van een film maken is niet wat je gewoon ziet. Van hier schrijven klaar. Er is echt veel werk daar. Dat er gebeurt. Dus... Ja, ik denk dat beide gewoon goed gaan aanslaan met het publiek. Wat wordt de beste film? Die van Amina. Of hoe heet ze? Sarah, no? Mashuka, toch? Ja. Waarom? Drama wins, always. Always. Yes, always. Ah, maar, ga ik ook een grote maar erachter zetten. Loewe Chike is wel uniek. En drama hebben we overal. Altijd. Maar dit is een verhaal dat diep in de geschiedenis teruggaat. Dus die uniek. Als je de kans zou krijgen om nog mee te werken aan de Irate Movies, op wat voor manier dan ook, welke manier zou jij kiezen? So, I have a lot of options. Want ik acteer al vanaf ik mezelf ken. En director heb ik vorig jaar gedaan van een musical. Serieus? Ja. Vertel daar een beetje over. Dat stukje directing. Oké, ja, het was zo dat ik dus ben gestopt met iWrite. En, of ja, ik was gewoon even in de selectie, maar ik volgde nog alles. En ik dacht van, nou, ik moet gewoon doorgaan. Het begon ook toen mijn klasgenoten hadden gezien van, hier schreef echt prachtig. Dus ik dacht van, nee, ik moet het gebruiken. Eenmaal ik christen ben, ik kan het alleen ter ere glorie van God gebruiken. Dus ik heb toen touwtjes gepakt. Ik heb toestemming gehad van mijn apostel om een musical te organiseren. Ik heb toen gelijk een team gevormd. Ze waren ook dol enthousiast, ze hebben zich wekelijks ingezet en ja, het was een groep van 30 mensen. Het was bijzonder. Het was mijn eerste keer, dus het was bijzonder. Ja. En jij had alle touwtjes in handen? Ja. Als director? Ja, echt wel. Oké, dan laat me gewoon een machtige vraag stellen. Als ik je zou vragen om een van de iWrite movies te directen, mijn gunst, kijk de gezicht. Ben je al zover? Ja. Serieus? Ja, het is een challenge. Ik heb het vorig jaar gedaan. Waarom niet meer? Maar dat was een toneelstuk. Dat is een hele musical dat je in elkaar zet. En ik denk dat we elkaar goed moeten uitdagen, want zo groei je leert. Je blijft leren en ja, I have what it takes. Je hebt nu dat hele traject mee, tenminste je hebt geschreven, je hebt een synopsis geschreven. Je hebt je verdedigd, je hebt het niet gered deze keer. De volgende editie, schrijf je weer? Ik ben wel aan me voelen geworden om te schrijven. Vandaar als ik kijk naar Santos. Hij heeft volgens mij 3-4 keer geschreven. En nu is hij gewoon in de bioscoop straks. Dus ik denk wel dat het kan. Er is een groot kans. Ja. Nou, dan kijk ik naar je uit. In welke vorm dan ook. Ja, oké. Dankjewel. Tot ziens. Mutasia, ik dank je voor het hele fijne gesprek. En ik hoop je zeker terug te zien op de castingdagen. Ja, ik kom zeker hoor. Dus ik blijf kijken naar de update. En zodra de dag ernaar het is, baby, I'm there. Bingo. Thank you. Welkom. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van iWrite 6.0. Wil jij meewerken tijdens het produceren van een van de twee speelfilms? Maak die dan vroegtijdig aan ons kenbaar. Kijk voor meer info op bijlhoudmedia.sr. En vergeet niet te abonneren op BHM Web TV. Bedankt voor het kijken.